Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Welkom bij mijn Duitslandshopvlog. Wij zijn net terug van vakantie en we zijn dus in Duitsland geweest. En ik kon het natuurlijk niet laten om daar wat dingetjes te kopen. Dus dat wil ik aan jullie laten zien. Ik heb geen mooie tasjes waar het verspreid per winkel is. Ik heb hier echt een gigantische tas waar van alles en nog wat in zit. Het is vooral verzorging, zeg maar beauty spulletjes. En ook wel wat kinderkleding, dus dat ga ik aan jullie allemaal een beetje door elkaar laten zien. Het is lang niet alles wat ik daar heb gekocht. We zaten in een huisje bij Center Parcs en we hebben echt letterlijk, nou ja, echt van alles moeten kopen. Hygiëneproducten, voedsel, zeg maar van alles en nog wat. En het meeste is al lang in gebruik. Lang niet zo interessant. Dit zijn eigenlijk, denk ik, met name vooral de meest interessante dingen wat hierin zit. Maar echt zulke leuke dingen. Ook echt, weet je wel, van wc-papier waar luiaards op staan. Tot keukenpapier waar Mickey Mouse op staat, zeg maar. Dat soort dingen. Ik vind persoonlijk shoppen in Duitsland echt ontzettend leuk. En ze hebben heel veel dingen wat wij niet hebben. Ik heb dus qua beauty spulletjes geshopt bij Rossmann. Die zat bij ons in de buurt. Heel klein beetje bij de DM, verrassend genoeg. Echt heel klein beetje. Het meeste heb ik echt van Rossmann, denk ik, vandaan. En ook nog bij Müller. Ik ben niet heel vaak bij Müller geweest. Maar de keren dat ik er ben geweest, vergeet ik elke keer hoe groot die is. Want die is echt gigantisch. En dit keer hadden ze ook echt een hele benedenverdieping vol op met speelgoed. Daar ben ik met mijn kinderen bewust niet naartoe geweest. Want ik denk, daar zouden ze echt een uur, denk ik, zijn. En daarvoor hadden ze al een klein speeltje bij TK Maxx uitgekozen. Ik ben trouwens ook dus bij TK Maxx geweest. Ik ben bij Kik geweest. Laten we maar snel beginnen. Want het is echt letterlijk van alles en nog wat. Ik begin eerst met dit stapeltje. Dit is een gedeelte van TK Maxx aankopen. En dit was met name voor onze oudste. We zagen gewoon dat random spulletjes niet per se dat hij nodig had. Maar we dachten voor zo'n goede prijs konden we het soort van niet laten liggen. Het is een klein beetje op de groei. Dit was een setje van 2 t-shirts en een korte broek van DKY. Als eerste de t-shirtjes. Dat is dus deze. Gigantisch lijkt het allemaal. En deze. En voor daarbij een blauw broek. En ik dacht, dit is allemaal ook wel heel erg leuk om los van elkaar te dragen. Past ook bij de rest. En hij is inmiddels van wat stoerdere, zeg maar, kleedjes en zo. Ik kan er bijna niet meer aankomen met schattige diertjes en dat soort dingen. En deze. Trouwens, dit allemaal zag mijn man. Dus ik heb er niks bij TK Maxx gezien. Behalve mijn dochter, maar daar komen we volgens mij later op. Maar hij heeft dus ook deze voor hem gezien, voor de oudste. Dat is gewoon van Guess. Was ook echt super betaalbaar, dus echt super schattig. Maar kijk dan hoe chic dit is. Ik vind dit echt zo, ik weet niet. Gewoon echt een beetje een soort van preppy, chic. Ja, vind ik leuk. Toen was het een setje, deze, van Lyle & Scott. Met zo'n bekend vogeltje van hun. Gewoon een blauw t-shirt, maar echt een mooi stofje. Ik weet niet of jullie het stofje heel goed kunnen zien, maar ik vind het echt een heel mooi stofje. En daarbij dus een stoere sweatpant, hoe noem je dat, joggingbroek. En dan gaan we door en nogmaals, het is echt letterlijk door elkaar. Vooral heel veel beauty spulletjes. Ik ga er denk ik niet elke keer bij vermelden van welke winkel ik wat had. Want dat vinden jullie denk ik ook niet zo super interessant, maar goed. Als eerst, deze hadden we eigenlijk soort van op het laatst nog gekocht, want we hadden voor de kleine niks meegenomen. En normaal gaat ze bij ons thuis eigenlijk alleen maar in bad. En daar, ja, was een beetje onhandig. Dus toen ging ze eigenlijk met mij douchen en daar hebben we deze voor gebruikt. Dat is 2-in-1 shampoo en waslotion zonder tranen van Pedi Protect. En ik moest aan dit merk denken toen ik dit zag. De laatste keer dat ik in Duitsland was, zeg maar, voordat ik ging bevallen. Dus ik werd een beetje, ik weet niet, een beetje een soort van nostalgie. En toen hadden we, had ik volgens mij een olie of iets dergelijks. In ieder geval iets voor in bad waar gekocht. Dat beviel heel erg goed. Rook heel fijn, heel zacht. En ja, dus vandaar had ik voor mezelf nog dat Isana, dat is het volgens mij eigen merk. Een beetje de Balea van, wat Balea bij DM is dat van Rossmann. En dit is hun olie scrub, een sugar scrub. Heb ik op het laatst nog meegenomen van Argan olie en Bio Orange Blossom. Het kost echt 3 keer niks daar. Toen zag ik dus nog, toen ik de laatste keer dus bij de Rossmann was. Ik kon het gewoon niet laten om toch nog even te spieken. Dit is het merk Pomelo Plus Co. En dat is hun vanille elixir haarserum met rosehip en vitamine E. Dus heel erg benieuwd naar. En haarserum. Ik heb er sowieso een zwak voor. Alhoewel, met sommige dingen dacht ik op een gegeven moment van, oeh, dat had ik eigenlijk ook nog willen kopen. Maar ik had ook niet per se van tevoren een lijstje. Maar, oh, kijk dan hoe leuk dit eruit ziet.
En ze hadden hier ook nog een shampoo, een conditioner en alles van. Maar ik heb mezelf echt netjes gedragen. Dat heb ik allemaal niet nodig, want dat heb ik allemaal nog. Dus, maar dit kon ik gewoon niet weerstaan. Ik heb ook nog, dit was wel van de DM, twee van die kinderponchos voor de jongens meegenomen. Want dit is eigenlijk altijd wel handig als we een keer op stap gaan en zo. En ja, op een of andere manier, ik weet niet, je hebt het soort van bijna nooit nodig. Maar op het moment dat je het nodig hebt, heb je het nooit bij de hand. Voor in bad heb ik voor de jongens dit gekocht. Ik dacht eigenlijk dat ze het daar zouden gebruiken, maar uiteindelijk dus helemaal vergeten. Maar goed, dat komt helemaal van pas. Badzoutachtig idee, ik weet niet, geeft ook wel schuim. En zo'n badslijm. Ja, daar houden ze wel van. Dus, oh ja, deze heb ik dan bij Müller gekocht. Zie, zeg ik alsnog wel waar ik bepaalde dingen vandaan heb. Dat is voor mijn dochter. Ze begint, haar haar begint steeds hard te groeien. En ze heeft echt nog geen clipjes nodig. Maar oké, dat is ook zo'n verhaal. Ik was dus laatst met de vriendin in Amsterdam wezen eten. Gewoon Amsterdam Centrum. En we dachten daarna, weet je, na afloop van oké, we willen eigenlijk nog wel heel eventjes naar misschien één of een paar winkeltjes. En uiteindelijk zijn we dus daar naar TK Maxx geweest. Echt oprecht. Ik heb het al vaker gezegd, maar de TK Maxx in Amsterdam Centrum is echt heel goed. Het aanbod, zeg maar, we waren ook echt op een zaterdag of zo. Dus qua beauty spulletjes was het echt drie keer niks. Ik vond het niet leuk. Maar daarboven, zeg maar, bij kleding en zo. Ik denk dat we de serieus 2 uur of zo hebben doorgebracht. Ik heb nog nooit zo lang bij één winkel sowieso doorgebracht. Dat denk ik echt wel. En zeker niet bij TK Maxx, maar ze hadden zoveel leuke dingetjes. Maar goed. Maar ik heb daar dus ook van die superleuke clipjes voor de kleine gevonden. Ze waren ook echt klein, maar ze moeten niet al te grote clipjes hebben. En ook echt hele leuke van Zenner en heel goedkoop. Ik heb ze gewoon per ongeluk in mijn mandje laten liggen. En ik heb helemaal niet bij nagedacht. Ik zag er op een gegeven moment een papiertje liggen bij het afrekenen. Maar ik dacht, nou, het zal niet voor mij zijn. Ik heb zo'n spijt van gehad. Echt. Ik heb ook echt daarna nog echt een paar keer over nagedacht. En ik van, oh, zo'n spijt van dat ze daar lagen. Maar ja, vervolgens dus nergens meer dat soort dingen kunnen vinden. Bij Zenner gekeken, bij Kruidvat volgens mij ook, maar ook niet kunnen vinden. Maar goed, dus. Toen heb ik uit frustratie een paar van de dingen ook bij Shein laatst gekocht. Allemaal van die neutrale kleurtjes, hartstikke leuk. Maar het komt allemaal niet in de buurt, zeg maar, bij die clipjes van TK Maxx. Maar goed, lang verhaal van TK Maxx. Ik heb dus dit soort dingen bij Müller gekocht. Kijk, hartstikke leuk. Ze zijn klein, fijn en ze hebben een glittertje. Deze had ik ook daar gekocht. Want dat hele Frida Baby, dat was toen ik van mijn oudste bevallen was. Ik weet dat het helemaal toen een ding was. Die, zeg maar, neus uitzuigen, noem je dat. Jullie snappen denk ik wat ik bedoel. Zo'n ding voor snotjes. Dat was toen van Frida Baby. En dan kon je best wel ook last gaan komen. Moest je helemaal online kopen en zo. Maar blijkbaar heeft dat merk veel meer. En bij Müller had ze dus een heel assortiment daarvan. Dus dat vond ik heel erg leuk. En dit is voor in bad. En dat is eigenlijk een soort van scrub ding. Of inmiddels slash borstel. Maar het is echt heel zacht. Maar dan voor in bad. En die kleine van ons, die heeft dus laatst waterbok gehad. Enorm veel last van gehad. En ze heeft dus nog steeds een beetje van die soort van korstjes. Heel prettig verhaal. Op haar hoofd ook. Dus ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel ideaal. En ook echt om, zeg maar, ja, haar hoofdje zo heel schattig mee schoon te maken. Dat is het eigenlijk. Ik denk dat het ook wel heel fijn is om shampoo op deze manier aan te brengen. Niet per se dat ze nu shampoo nodig heeft, want zoveel haar nog maar steeds nog niet. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel komen. Oh ja, ik ben trouwens ook bij Sephora geweest, maar daar zie ik al wat van in. Ook heel erg leuk. Oké, volgend product van Isana. Dat is hun anti-puistjes gel. Leek me heel erg handig. Daar zit in, even kijken, zink en salicylzuur. Ik dacht ideaal. Niet dat ik per se heel vaak puistjes nog heb. Heel af en toe heb ik inderdaad nog echt zo'n yoghurt, zeg maar. En ik dacht, dan is dit wel echt ideaal. Ik moet er volgens mij van deze nog ergens een hebben, maar die gaan we zo vast wel tegenkomen. Dit was van de Rossmann ook wel. Verschillende dingen daar qua SPF's. Het kost drie keer niks. Echt zo'n tubetje. En dat is dan wel echt eigen merk, maar goed, maakt niet uit. Zo'n tubetje. Ik heb er dus nog één. 3,95 of zo. Ik denk, hoe dan? Waarom hebben we in Nederland dat soort prijzen niet? Dit is dus een SPF 30. Ik ben normaal van de SPF 50, maar oké. Ik snap dit nog steeds niet hoe dat werkt. Maar hier zit een melanin booster in. Vitamine E zit erin. Glycerine zit erin. En versterkt de natuurlijke bruiningsproces. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Want bruiningsproces is op het algemeen iets wat dus niet goed voor je huid is. Ik weet niet, ik moet me er echt in verdiepen. Maar ik vind het wel leuk. Dat is eigenlijk een gezichts-SPF voor kinderen. Dat hoe ideaal is dat. Niet dat we per se voor kinderen echt een andere SPF gebruiken of zo of wat dan ook. Maar
Ik dacht, waarom ook niet? Weet je wel, ik zag het. Het was ook iets van 3 euro of zo. Dus ik dacht, prima. Het is ook weer SPF 50. Je zat goede filters in. Er staat ook expliciet dat er geen octocrylene in zit. En dat vind ik prima. Weet je, niet dat per se iets tegen octocrylene zit. Maar ik vind het zo ouderwets. En er waren allemaal geruchten over en zo. Over zo'n filter. Maar ja, er zat ook niet van die, zeg maar, van die standaard filters in. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. En trouwens, bij die andere was het ook zo. Dan heb ik van Mixa. Ik heb ook een andere nog handcreme gekocht. Mijn man gaat heel erg door handcreme. Hij heeft last van eczeem op zijn handen. Dus hij houdt, zeg maar, van die vettige, van die voedende, niet al te vettige, maar in ieder geval voedende handcremes. Dus ik heb eentje van Urea van hem voor hem gekocht. En deze is dan van Mixa. En daar heb ik ook body lotions van al liggen. Al heel lang. Sinds de vorige keer, zeg maar, dat ik er nog steeds niet aan toegekomen. Ik ben de laatste tijd trouwens helemaal echt, ik weet niet, ik kan mezelf gewoon niet aan toedwingen om een body lotion te gebruiken. Ik ga er super langzaam doorheen. Maar goed, dit is dus eentje met shea butter, ultra soft. Dus deze komt helemaal van pas. Het is dus trouwens niet waar dat ik geen lijstje had, want ik had letterlijk maar 2 dingen of zo erop staan. Zoals dit. Ik had sowieso echt letterlijk voordat we hier naartoe kwamen, had ik mijn nagellak remover opgemaakt. Dus ik heb er dus ook eentje van Isana gekocht. Dit is een acetonvrije versie en die zit dus sinaasappelolie in met de bijpassende geur. Dus dat is op zich wel heel erg fijn. Kijk, heel erg leuk. Meteen zo'n grote meegenomen. En dit soort van watjes, van die bolletjes, zeg maar, die gebruik ik hierbij. Die van mij waren ook bijna op, dus die heb ik meteen meegenomen. Dit was trouwens die andere SPF. En dit is, kijk, het heeft ook zo'n net vermelding. Dit is dan SPF 50 en zonnevloeien. Dus ze hadden deze ook een druppel voor. Maar ik vind met druppels altijd, ik vind het hartstikke leuk. Het voelt altijd heel, heel luchtig aan. Maar ik heb het gevoel dat je daar al heel snel te weinig van aanbrengt. Voor allergische huid, acnegevoelige huid en een huid met zonneallergie. Dus ik denk, ik weet niet. Niet per se dat ik zo'n, ja, ik zie een beetje acnegevoelige huid. Maar over het algemeen valt mijn huid wel mee. Oef. Over mijn huidtype en zo gesproken. Ik ga binnenkort ook echt een soort van get ready. Ik denk dat dat mijn volgende video wordt. En get ready met mijn video opnemen. Waarin ik ook wat nieuwe make-up spulletjes ga testen. Die ik in deze vlog ga laten zien. Want er komen echt hele leuke make-up spulletjes aan. Ik had, zeg maar, net voor mijn vakantie was ik opeens naar de dermatoloog geweest. Ik was ook bij een huidtherapeut geweest. Dus ik heb allemaal wat gedachten over. En dus daar gaan we het in mijn volgende video hebben. Maar goed. Maar ik heb dus deze toch gekocht. Dat komt ook neer. En ik had dus bij de DM dit gezien. Hoe echt. Dit, je denkt bijna het is hetzelfde product. Dus niet. Ik wist dus. Ik had dat inderdaad al eerder gezien. Maar blijkbaar had die DM dat ook. Dat ze het merk Geek & Gorgeous daar verkopen. En ze hadden daar meerdere producten van. Maar ik heb maar gewoon een cleansing balm van hun meegenomen. En dat is Geek & Gorgeous Mighty Melt. Geek & Gorgeous is volgens mij een Engels merk. En ik weet dat je het bij Boozy Shop en zo bijvoorbeeld kan kopen. Maar ik wist, ja, weet je, ik vond het gewoon super handig dat dat gewoon ook gewoon bij DM te kopen is. Volgens mij heb ik het er ooit een keertje wat van geprobeerd. Maar het is dus een merk wat eigenlijk gewoon bekend staat om hele fijne ingrediënten. Maar Balea zou Balea niet zijn als ze er gewoon een vette dupe van gemaakt hebben. En ze stonden letterlijk naast elkaar. Dus ik dacht, nou weet je, die neem ik gewoon mee. Want ik wil eigenlijk gewoon nooit meer tekort aan cleansing balms hebben. Want laatst had ik dat dus ook. Volgens mij had ik dat ook in mijn laatste video over verteld. En toen kreeg ik helemaal paniek. Omdat ik, ja, ik wil gewoon een cleansing product, cleansing balm, cleansing oil altijd op voorraad hebben. Dus we gaan het zien. Maar dit is toch ontzettend goedkoop. En deze was rond 10 euro. En deze was volgens mij de helft goedkoper, uiteraard. Oh ja, en ik had van Balea dus ook nog deze gekocht. Want die stond eigenlijk een beetje op dezelfde plek. En dat is hun Cleansing Sorbet Cream met 1% squalene en 1% pantenol. Wat allemaal niet heel erg hoog is, maar dat zal wel goed zijn. Dat is ook weer zo'n parfumvrij, ik weet niet. Ik vind deze lijn van Balea heel erg interessant. Ze hebben er ook allemaal verschillende kleurtjes van, dus het is allemaal iets anders zijn dan Beauty Expert lijn. Cleansing Sorbet Cream klinkt in ieder geval eerlijk. En ik heb deze. Deze heb ik dus al geprobeerd. Jeun & Len. Dit merk is zowel bij Rossmann als bij DM te koop. Maar ik heb hem wel bij Rossmann vandaan. Dit is hun Mango Geur Droog Shampoo. Ik had hem dus al een keer geprobeerd. Geen idee precies qua werking zo. Want ik had hem op zo'n zwembaddag, zeg maar. Wat ik wel vond, is dat de geur er best wel lang in bleef hangen. En dat was een hele aangename geur. Dus dat is een soort van droog shampoo en haarparfum in één. Dus ik vond het eigenlijk wel heel erg fijn qua geur.
Maar nogmaals, qua werking moet ik hem wat langer testen. Maar het is ook echt best wel een compacte verpakking. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg fijn. Oh, deze ook nog van Balea. Ook weer zie je uit zo'n lijn. En volgens mij had ze van dag van Geek & Gorgeous ook ongeveer hetzelfde product. Maar ik dacht, ik doe gewoon deze van Balea. En dat is een ultra sensitive milky toner, Pantenol en Cica Macrobiome Balance. Ja, een milky toner. Dat is het. Dus een Pantenol toner. Dus heel erg benieuwd. Ik hou sowieso van dit soort toners. Eigenlijk mocht ik voor mezelf niet meer kopen, want ik heb er nog een paar liggen. Maar ik dacht, zo'n kleintje. Dus ik had weer een reden verzonnen om zoiets mee te nemen. Ik volg dus sinds kort op Facebook een soort van DM en Balea Lover Group. Ik gebruik Facebook normaal nooit voor iets. Maar wel voor dat soort van dingen dat ik denk van oké. Okay. En ik had dus al een tijdje gehoord dat Balea hun eigen, zeg maar, soort van deo / verzorgingslijn, die was uitgebreid met de rode lijn. En die rode lijn dus, dat was geïnspireerd op Baccarat Rouge Geur. En natuurlijk moest ik het hebben. Ik bedoel, ik ben niet per se, ik weet niet. Ik vind Baccarat Rouge, ik bedoel alle dupes en zo daarvan, dus echt al lang een soort van overdone. Maar dit, ik dacht, ja weet je, ik was het toch. En ik had hem geroken en ik vond hem echt ontzettend lekker. Ja, het is echt ontzettend geïnspireerd op Baccarat Rouge. En sowieso, die deo's van Balea, die zijn altijd wel, zeg maar, deze deo's. Die hebben ook een soort van alien geïnspireerde lijn, zo'n paars. En die heb ik ook. En die is echt fijn. Het is ook een parfum deo, dus ik heb niet het idee dat hij echt werkt als deo, maar het is, weet je wel, als je een keer wil verfrissen en zo, dat is wel heel erg fijn. 0% aluminium, mocht je het dus interessant vinden. Maar goed, ik heb het dus gekocht. Een deo, een droog shampoo, een parfum body lotion en nogmaals, dit was achteraf gezien misschien wel een stomme beslissing. Ze hebben ook volgens mij een douchegel hiervan, maar ik ben bewust niet bij douchegel geweest, want ik heb nog genoeg douchegels liggen, maar ja, dit was een leuke verzameling en ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik heb hier ook nog van Isana deze. Deze heb ik ook geprobeerd. Vond ik, ik weet niet, ik moet hem wat lang gebruiken, maar op zich wel prima. Dit is hun Rose and Repair rozenwater en biotin haarolie spray. En ik dacht in eerste instantie, oké, heb ik nodig, maar echt haarolie spray. Ik hou sowieso van haarolies en in sprayvorm lijkt me super handig. Het enige, ik heb niet zoveel met rozengeur, dus dat is wel een beetje een bammer. Maar deze ben ik blij op zich dat ik hem gekocht heb. En ik heb dus twee deo's gekocht waarvan ik deze al geprobeerd heb. Excuus trouwens voor alle achtergrondgeluid die jullie horen, maar ja. Ik heb dus twee deo's nog gekocht waarvan ik deze al geprobeerd heb. Ik zag deze allemaal. Ja, het waren allemaal nieuwe dingen en dacht, moet ik gewoon hebben. Deze, Rexona Maxi Protection, ik hou ervan. Echt al jaren mijn favoriet en ze hebben deze dus. Ze is kort in een sprayvorm. En de deo die ik mee had, die had me een beetje, ja ik weet niet, die liet me een paar keer in de steek. Omdat het gewoon best wel warm was en die werkte niet. Maar deze werkte wel. In de hele warme dagen was dit echt mijn redder in nood. Dus deze was heel erg fijn. En blijkbaar iets met watermeloenen, geen idee. Volgens mij heeft het voor de rest geen geur, maar echt heel erg fijn. En niet per se dat ik tegenwoordig nog spraydeo gebruik, maar ik ben meer van dit soort deo's. Maar ik vond hem heel erg prettig. En ik heb dus ook deze gekocht. Volgens mij, deze is ook nieuw. Nivea die heeft dus ook van die stickdeo's. Tegenwoordig blijkbaar. Maar volgens mij hadden ze geen idee. Ik ben niet per se van de Nivea deo's. Volgens mij heb ik het nog nooit geprobeerd. Maar dit leek me op zo'n Rexona Maximum Protection deo. Derma Dry Control. Beschermd. Wow. Dit is wel heftig. 96 uur. Dit is wel heftig. Oh, dat heb ik nog niet eens gezien. Ik ben heel erg benieuwd of je dat moet gebruiken als een gewone deo machine. Eerst in verdiepen. Een deo die je maar eens zoveel dagen hoeft te gebruiken. Ik weet niet. Ik ben benieuwd of dat dan door douchen en zo, of je het dan opnieuw moet aanbrengen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Oké, ik ben getriggerd, maar vind het wel heftig. Maar ook wel nieuwsgierig. Nou, oké, heb ik ook inmiddels gebruikt. En ze hadden dus bij Müller een hele, zeg maar, een soort van K-beauty stand. Oh ja, dat hadden ze trouwens bij TK Maxx ook. Ze hadden best veel Cosrx producten en zo. Maar ik vond het ook een paar Beauty of Joseon trans producten. Maar ik vond het niet per se heel erg goedkoop. Want Cosrx producten waren er iets van 14, 16 euro. Zoiets, terwijl ze normaal iets van 20 euro zijn.
Dus niet, ja, ik had er niks van meegenomen. En Koster X had ze dus ook bij Müller. Heb ik ook niks van meegenomen. Eigenlijk het enige product wat ik wel gekocht heb, daar was deze van Hadoulabo. Ze hadden er ook een hele zeg maar, lijn van. Dat vond ik wel heel erg leuk. Eigenlijk was het wel heel erg leuk dat ze zoveel K-beauty producten hadden. Maar omdat ik laatst natuurlijk een hele stel Vena bestelling nog ontvangen had, dacht ik van, heb ik echt niet nodig. Maar deze kon ik niet bestaan. Ook omdat ik eigenlijk toe was aan een nieuwe oogcreme. En dit is dus een oogcreme inderdaad van Hadoulabo. En dat is dus een Deep Wrinkle Correction. Maar eigenlijk hadden ze van deze lijn van alles. Ook voor het gezicht en zo. Crèmes, toners, serums, van alles. Maar deze lijn is wel dus, het klinkt heel wat, maar het is vooral gebaseerd op hyaluronzuur. En hyaluronzuur geeft, ja, ik snap het wel inderdaad. Als hyaluronzuur, dat geeft meer een soort van direct effect, denk ik. Voor het verminderen, zeg maar. Een soort van zichtbaar verminderen van de rimpels. Maar het is niet per se dat dat op lang termijn echt iets voor je rimpels doet. Maar wat ik wel aan deze crème ook kon waarderen, waar ik hem dus meegenomen heb, dat die niet alleen maar hyaluronzuur zit, maar die zit ook collageen, wat ook meer een soort van hydraterende werking heeft. Maar ook retinol. En een soort van milde vorm van retinol, wat rondom de ogen heel erg fijn is. Dus, en hier staat dat je het dus ook rondom, niet alleen maar voor de ogen kan gebruiken, maar ook rondom de mond. Zeg maar, wat natuurlijk ook van die fijne lijntjes kan hebben. Hadoulabo, dat is Tokio, dus dat is geen K-beauty, maar J-beauty, maar die had het dus ook. En ik dacht, ik heb dus zwak voor mascara's met die harige borstels, dus dat weten jullie ook. Ik haat siliconenborstels, want die doen niet zoveel voor mijn wimpers. Maar ik heb er gewoon zwak voor. Dus ik dacht, ik koop gewoon een soort van bijna een jaar voorraad van mascara's. En deze heb ik meteen al geopend. Dus deze is van L'Oréal Volumissim. En normaal is dit zo'n zwarte verpakking met gouden letters. Ik heb deze echt jarenlang super vaak echt al gekocht. Op een gegeven moment ben ik er gestopt mee om die te gebruiken. Omdat ik gemerkt had dat die begon soort van te flaken. Ik weet dus niet of dat toevallig aan die mascara lag. Maar ik dacht op een gegeven moment, nee, ik was er een soort van omheen. Maar ik begon hem te missen, want het effect van deze mascara, oh, ik hou ervan. Dit is een soort van nieuwe Royal variant. Een rode. En ik vind hem heerlijk. Ik gebruik hem nu ook. Oh, ik hou van deze mascara. Want de laatste tijd, een paar laatste mascara's die ik gebruikt heb, die viel een beetje tegen. Dus ik ben blij dat ik deze weer soort van terug heb in een nieuw jasje. En de zwarte hebben ze trouwens ook nog steeds. En die wilde ik ook nog stiekem meenemen. Maar ik dacht, wat moet ik ermee? Want voorlopig zit het denk ik wel goed met mijn vorige mascara's. Maar goed, ik heb dus deze gekocht. Dan heb ik een gele. Deze is van Catrice Fake It mascara. Dit is dus een soort van false lash effect. Een nieuwe mascara van Catrice. 24 hour long lasting false lash effect. Dus een mascara. Ik kan me niet herinneren dat ik deze in Nederland gezien heb. Ook niet in het zeg maar een soort van vernieuwde assortiment. Want je ziet wel eens van die sneak peeks voorbij komen. Niet gezien, maar misschien komt je nog wel in Nederland. Heerlijke verpakking. Het zijn allemaal trouwens hele kleurrijke verpakkingen. Dit was van Manhattan. Heb ik ook dus meegenomen. Hun Lash Loaded Clean and Free mascara. Ik heb wel eens een mascara van Manhattan gekocht. Was ik niet per se heel erg fan van. Maar dit is nogmaals zo'n borsteltje. Ik keek letterlijk alleen maar naar borsteltjes. Dus heel erg benieuwd naar. En deze van Maybelline die stond eigenlijk al best wel een tijdje op mijn wishlist. En Maybelline, L'Oréal en zo, dat kost in Duitsland sowieso. Over het algemeen is het een stuk voordeliger. Want deze was Duitsland 9 euro zoveel. En normaal is die in Nederland ook deze prijs. Als die met 5% korting is of 1 plus 1, whatever. Dus, nou goed, dus. Dit is hun Falsies Lash Ultra Black mascara. Ik weet niet. Gewoon deze. Ik denk dat jullie deze wel kennen. Maar heel erg benieuwd naar. Voor mij werken de Maybelline mascara's over het algemeen. Ik weet dat Maybelline heel veel fans heeft. Maar ik heb vooral nogmaals goede hoop. Omdat het zo'n borsteltje heeft waar ik van hou. Dus, 4 mascara's. En volgens mij zijn we een beetje beland bij mijn Sephora bestelling. Want wij zijn naar Hamburg geweest. En Hamburg had een Sephora. Was niet per se een hele grote Sephora. En uiteraard wilde ik er heel graag heen. Dus dat was ook een van de eerste winkels die we daar bezocht hebben. Ik had een beetje mijn goede hoop. Tegenwoordig ben ik niet meer zo heel erg onder de indruk van Sephora's. Omdat ze heel veel merken verkopen die online gewoon goedkoper kan vinden. Die je gewoon überhaupt online kan vinden bij de Engelse Sephora. De Cult Beauty, Space NK. Nou, jullie kennen het wel.
Maar ik heb dus op TikTok en zo gezien dat ze een aantal merken bij Sephora's, bij sommige Sephora's tegenwoordig hadden. En ik had een beetje de hoop dat ze die merken ook bij die Sephora's ook hebben. En ze hadden. Ik was namelijk heel erg blij dat ze daar bijvoorbeeld House Labs hebben. Dat is dus het merk van Lady Gaga, voor diegenen die het nog niet wisten. Maar. En dat hadden ze. En ik heb eindelijk een concealer gekocht. Ik wilde zo. Ik had absoluut geen concealer nodig. Maar deze. Ik heb deze zo vaak gezien. En ik heb hem gewoon kunnen swatchen en alles. Ze hadden niet alles op voorraad. Maar wel heel veel. Het meeste wel. Ook hun foundation schijnt echt super te zijn. Maar ik ben tegenwoordig niet meer zo van die full coverage foundation. Maar ze hebben echt van die hele mooie full coverage producten en zo. Trouwens. Fun fact, voor degenen die niet weten, het merk House Labs is dus niet alleen van Lady Gaga, maar ook van haar soort van vaste make-up artist. Dus er zitten echt make-up artists achter, dus het is niet zomaar een celebrity brand. En een paar jaar geleden, toen dit merk eigenlijk op de markt gebracht werd, was het eigenlijk geflopt. Want het zag niet uit, de producten waren eigenlijk heel slecht. En toen hadden ze een soort van hele rebranding gehad. Lady Gaga die had het eigenlijk niet gered, puur om haar naam soort van eraan te koppelen. Maar toen hadden ze een hele rebrand gehad. En toen echt alleen maar lovende reviews. Hebben ze het echt heel goed gedaan, de hele rebrand. En nu heel veel echt mensen die zijn er helemaal lyrisch over. Dus. Maar goed, hun concealer dus. Dit is een House Labs. Wat is dat met lichte letters op een lichte verpakking? Echt, mijn ogen die kunnen dit niet meer. Dat is een Triclone Skintech Concealer. En ik heb hem dus in de kleur 11 Light Neutral. De textuur was heel erg fijn. En ik kan niet wachten om deze concealer te gaan uitproberen. Normaal ben ik geneigd om een hele lichte kleur te nemen. Dat heb ik nu bewust niet gedaan. Maar het is wel een light neutral ondertoon. Ze hebben heel veel ondertoon, heel veel kleuren. Dus ik kon natuurlijk niet laten om nog iets van dit merk te kopen. En volgens mij is dit een soort van hun nieuwe product. En dat is hun Color Fuse Glassy Blush Balm. In de kleur Glassy Pomelo. Zo'n zwak voor alle crème slash balm producten. Oh, wat is dit een hele mooie kleur. Ja, ik hou daarvan. En toen bij de kassa, want ik had eigenlijk nog hun lipolie. Die stonden eigenlijk al jaren op een soort van wishlist. Ik was er zo benieuwd naar. En ik ben, volgens mij is de trend van lipolie een beetje inmiddels aan het uitsterven. Maar ik hou er nog steeds van. Ik heb er zwak voor. En ook al heb ik mezelf natuurlijk afgesproken om geen lipproducten meer te kopen. Maar dit kon ik niet meer staan. En dit waren twee van die minis. Kijk, en eentje heeft dus een heel licht roze kleurtje. Wat je op de lippen waarschijnlijk helemaal niet gaat zien. En eentje is doorzichtig. Ik moet het gewoon uitproberen. Het is niet al te vettige lipolie. Dat is op zich wel fijn. PhD Hybrid Lip Oil Duo. Ik heb een lipolie die echt een soort van dikkig, van die dikkige, zeg maar, een soort van vaseline-achtig gevoel laat. Maar ik heb het idee dat deze het niet zijn en dat ze meer hydraterend zijn. En ik hou ervan, dus heel erg blij mee. Oh, dit is zo erg. Oké, toen zag ik dus, ik zag dit merk al op TikTok voorbij komen. En dat is het merk Rabanne van Paco Rabanne. Ze hebben make-up. Ik wist het dus ook niet. Maar ik heb dus online hun oogschaduwpaletjes gezien. En ik was natuurlijk helemaal onder de indruk. Omdat ze van die soort van glittery, shimmery dingen hadden. En ik dacht in eerste instantie dat het super duur zou zijn. Maar het viel eigenlijk nog wel enigszins mee. Aan de andere kant, het is Sephora. Nou ja. Maar ik heb dus deze kleur uitgekozen. Put a ring on it. En er zaten twee kleurtjes in. De ene swatchte, om heel eerlijk te zijn, niet zo super goed. Kijk. Dat is deze verpakking. Maar de andere was wel echt ontzettend mooi. Rozige duo. Er zit ook een klein spiegeltje in. En voor mijn gevoel waren ze op de swatch echt vele mooier. En echt hele mooie verrassende neutrale kleur. Zoals deze donkere kleur. Zeg niet zo donker zeg maar op de ogen. En ja, ze waren gewoon verrassend mooi. En ze stonden beschreven echt als een soort van highly pigmented shimmery, mega shimmery. Kleuren. Dus ik dacht, oh, ik hou van dit soort kleuren. Ik heb sowieso zwak voor shimmers op de ogen. Dat weten jullie denk ik als jullie mijn video's vaker kijken. Die minis van Sephora, die hebben me ook dit laten kopen. En ik heb het soort van, ik zag het, ik dacht, oh my god. Het is iets voor de wenkbrauwen, dus dan ben ik al heel snel verkocht. Dus de Mini Magic Enhance Your Natural Lashes and Brows. Dit is van de Grande Lash merk. En ik heb van het merk, ik weet dat ze een soort van die Grande Lash serum. Dat is ook een heel bekend serum. En ze hebben hetzelfde ook voor wenkbrauwen en zo. En het stond al langer op mijn wenslijstje. Maar ik vind het nogal prijzig voor wat het is.
En ik ben ook niet per se heel erg happig op lesserums. Want ik heb dus gehoord dat in lesserums een bepaald stofje in zit. Wat ervoor gaat zorgen dat je under eyes ook iets donkerder wordt en zo. Dus ik ben daarom ook niet per se heel erg happig op. En op zich zijn mijn wimpers ook niet per se heel erg kort of wat dan ook wat ik nodig heb. Maar mijn wenkbrauwen, die kunnen wel wat volume gebruiken. Dit is een kitje van 3 producten. Lash Enhancing Serum. Dus die zit erbij. Ik ga het uitproberen. Er zit ook een Brow Enhancing Serum en een Conditioning Peptide Mascara. Dus eigenlijk een soort van hun 3 hero producten. Ik ben zo heel erg benieuwd hierna. Dus we gaan het zien. En ik heb erbij dus toch nog een monstertje gekregen van Fenty Beauty. Van hun skincare producten. Ik was heel erg benieuwd hierna. Eigenlijk al best wel een tijd. En het zijn dus echt mini producten. En er zit ook hun vetwater in. Een cleanser, een hydrovisor. En dat is volgens mij een soort van moisturizer met SPF 30. Ja, dus deze gaan we uitproberen. Volgens mij was dat het qua beauty. Dat ik hier nog een paar kinderkleedjes. Bij TK Maxx heb ik dus nog 1 ding voor mijn dochter gekocht. En hier, dat is echt voor als ze een jaar of 2 of zo zal zijn. Maar ik zag het. Ik dacht, oh, ik kon het echt niet meer staan. Kijk, er zat ook zo'n clipje meteen ook bij. Of eigenlijk zijn het soort van 2 van die clipjes. Het zijn 2 van de bloemetjes. Kijk, dat is super schattig. En deze jurk, ik dacht meteen op Koningsdag. Maar ook gewoon zo. Zo'n heerlijke oranje. Ja, zo'n geborduurde. Oh, heerlijk. Het echt met zo'n hele volle rok, zeg maar. Er zitten ook meerdere lagen in. En hoe leuk is dat? Ik ben dus ook bij Kik geweest en ze hadden sale. En ik heb dus wat kleedjes voor haar gekocht. Dit is in maat 80, dus dat is haar volgende. Dus dit kan ze denk ik aan een beetje in het najaar, zeg maar. Er zullen vast wel wat warme dagen zijn. Maar eigenlijk had ze dit denk ik nu ook al wel aan. Zo'n super leuk kort broekje. Een set van rompertjes met van die spaghetti bandjes met van die hele schattige citroentjes en nog zo in de citroen, een soort van ribstofje en een set van 2 joggingbroekjes, deze soort van lila achtige roze en deze met ijsjes. Deze, ik dacht, dat is eigenlijk een soort van, ja, een soort boxpakje, maar dan zomers. Er zit hier zo'n elastiekje en aan de onderkant kun je het gewoon lekker makkelijk openmaken voor het verschonen met van die mouwtje. Ik dacht, dit is wel ideaal, gewoon een rompertje eronder en je bent klaar. En dat kan eventueel ook nog een rompertje met lange mouwen zijn mocht het echt heel koud zijn. Dus ik denk dat ze deze best wel lang kan dragen. Oh ja, dit setje heb ik volgens mij ook bij Müller gekocht. Want ze hadden inderdaad ook wel wat babyglitch. Heel klein beetje. Maar dit is maat 86-290. En dit was trouwens de bio katoen. Met een soort van fruitjes. En een gewone roze erbij. We zijn dus ook bij Sena geweest. Dat is echt het allerlaatste. En Sena, die hebben het echt slim gedaan. Ik wist dat Sena een soort Pokémon collectie had voor kinderen. En ik dacht, oké, weet je, ik ben een beetje klaar met Pokémon. Echt behoorlijk klaar, want het is echt al jaren in huis. En ontzettende, deze wil echt alles ermee. Maar, alhoewel, ja. Maar ze hadden dus een hele stand buiten met allemaal van die raamstikken en zo. Dus die jongens moesten ook daarmee natuurlijk een foto maken. En ze moesten natuurlijk naar binnen. Dus ze hebben allebei wat van die vreselijke, ja. Ja. Ja, goed. Oké, we zijn ook bij Reserved geweest. En bij Reserved, ik hou van Reserved. Reserved is een soort van, weet je, de goedkopere Zara, zeg maar. Een beetje dat. Hele betaalbare dingen allemaal. En mijn oudste die had er van die sneakers, van die mooie, hele mooie schoentjes gekocht. Veel erg klein. Hij had in de eerste instantie ook weer Pokémon schoenen daar gezien. Maar zijn maat die veel te klein. En nu heeft hij een maat wat eigenlijk officieel 2 maten te groot is. Maar het stond hem, weet je, het past hem prima, dus dat was helemaal goed. Dus die was er heel erg blij mee, zit niet in deze video. Mijn tweede zoon, die moest natuurlijk ook, omdat zijn oudere broer dat had, die moest natuurlijk ook wat hebben. En toen zagen we dit en het was toevallig, mijn oudste wilde dit eigenlijk ook heel graag hebben, maar dat had ze niet in zijn maat. Dus hij houdt van hoodies, ze houden allebei van SpongeBob.
Hoe leuk is dit? Echt heerlijk dit. En toen zag ik dus in de sale ook nog dit voor mijn dochter. Dat zal voor volgend jaar of zo, of misschien het jaar daarop zijn. Maar ik kon het niet weerstaan. Ik hou sowieso van die gehakte, van die soort van broderie-achtige dingetjes. En dit is een combinatie van. Dus een heel erg leuk jurkje. Het valt straks zo fijn te combineren. Zo'n heel fijn, super schattig jurkje. Oh. Love it. Oké, ik heb het hartstikke heet nu, omdat het hier ook echt heel warm is. Maar dit was het. Dit waren alle spulletjes. Jullie zien het dus heel veel, maar ik ben er heel erg blij mee. En de kinderen ook uiteraard. Zelf mijn camera dacht op het laatste, ik kap ermee. Het duurt allemaal veel te lang op het rij was op, dus moest even tussendoor switchen. Maar ik wilde jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze shoplog net zo leuk vonden als ikzelf, want ik vind al deze spulletjes ontzettend leuk. Mocht je dit een leuke shoplog hebben gevonden, dan zou ik echt heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet voordat je weggaat. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dat kun je hieronder doen. Zou ik ook echt heel erg gezellig vinden. Als je het notificatiebeltje daarnaast aanzet, dan word je dus geïnformeerd als ik weer eens geüpload heb. En als het goed is, ben ik er dus gewoon volgende week zondag om 8 uur weer. En dan hoop ik dat je weer gaat kijken. Tot dan, doei!